Ja, voor mij was het gewoon niks. Ik bedoel, mijn geest is dat er creatief voor. Ik word er niet gelukkig van. Teun wordt gelukkig van heel andere dingen. Hij is al meer dan 25 jaar kapper op Urk en wordt daarom stevast Teun Föhn genoemd. En vandaag is een bijzondere dag, want hij heeft een klus, zoals Urkers dat noemen, aan de wal. We zijn nu inderdaad niet naar de kerk. Sinds het uit is met zijn vriend woont hij na meer dan 15 jaar weer op Urk. Maar hij heeft nog geen kerk gevonden waar hij zich welkom voelt. Met Cor Föhn. Ja, mevrouwtje. U heeft al 5 maal gebeld. Ik kom eraan. Jezus, rijdt hij weer voorbij? Nou komt hij toch. Wat is er allemaal aan de hand, mevrouw Gitsels? Dat? Laat u me daarvoor voor spoed voorkomen. Op vrijdag voor carnaval. U lijkt wel niet goed bij uw hoofd. Au, wat doet u nou? Kijk, en dat voel ik nou elke keer als ik de wc bezoek. Zo werkt het niet meer. Hallo, Söhn. Wat is er? Dat is makkelijk. Deurtje eruit. Halsje eraf. En alles rechtsom draaien. En niet vergeten, elk uurtje is een factuurtje. Succes! Nou, schat, je hebt het er maar weer druk mee met het penningmeesterschap van het masker. Je hebt helemaal geen tijd voor mij. Ja, klopt, schat. Dat gaat er ook tijd in zitten. Hé, kijk. Daar is je koor. Wil jij even open doen? Ja, oké. Hey, hey Cor. Wat brengt jou hier? Heb je er niks onderaan? Ik geef je €200 als je 11 seconden je blote lichaam toont. En heeft Cor eindelijk de €200 advertentiekosten betaald voor het magazine? Je antwoord in de pan! Zo Cor, het werk zit erop. Op naar de carnaval. Ja, maar eerst nog even oefenen. Oh, als DJ Cor? Nee, voor de dikke doelen dinsdag. Voor de Cor Nuiten. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gebold.